De titel van mijn column is Juichpolitie. We gaan geen juichpolitie instellen, aldus burgemeester Paul de Plaat van Breda in het Sportjournaal. Aanleiding voor deze uitspraak is de versoepeling van het kabinet om bij voetbalwedstrijden vanaf 1 september beperkt publiek toe te staan op de turbines. De anderhalve meter moet wel worden aangehouden en iedereen moet blijven zitten. Verder mag er niet gejuicht worden bij een doelpunt. Zachtjes hoera fluisteren mag wel. En met z'n allen hi ha hondenlul roepen mag ook niet meer. Niet omdat dit ineens als aanstootgevend wordt beschouwd, maar spreekkoren kunnen coronavirusdeeltjes versneld verspreiden. Zelfs Bruls, toch altijd een vastberaden toonbeeld van law en order. Verklaarde in hetzelfde sportjournaal dat de gemeente deze regels niet gaat handhaven en dat NEC hiervoor zelf verantwoordelijk is. NEC-supporters wisten niet wat ze hoorden. Dat ze dit nog mogen meemaken. Bruls die zonder blikken of blozen verklaart niet te gaan handhaven. Hij verklaarde ook al in de krant een oogje dicht te knijpen bij het naleven van de regels in de horeca. Komt dat even goed uit? Ze hadden eerder deze week al laten weten niet akkoord te gaan met de anderhalve meter op de tribunes. Ze willen onderhandelen of er niet een half metertje af kan. Alle kans dat ze en passant ook over het juichen gaan onderhandelen. Voor de rust juichen, na de rust niet, de volgende keer andersom. En nu Bruls toch een beetje rekkelijk aan het worden is, gaan ze ongetwijfeld ook juridisch advies inwinnen over de vraag of de spits van NEC vervolgd kan worden voor uitlokking als hij scoort en de supporters gaan juichen. Zo vaak wordt er namelijk niet gescoord in de goffert en dan kunnen ze de boete mooi op hem verhalen. Voetballogica is ook logica. De KNVB en de gemeente hopen op het gezonde verstand van voetbalsupporters bij het naleven van deze regels. Als het daarvan moet afhangen, dan zou ik niet al te vroeg juichen... Op een goede afloop van dit experiment. Ondanks het juichverbod werd er afgelopen week door een meerderheid van de raad in Nijmegen toch flink gejuicht. Symbolisch dan. Ze hebben in het stadhuis natuurlijk wel een voorbeeldfunctie. Een meerderheid van de raad heeft gezorgd voor een algeheel vuurwerkverbod, omdat ze het helemaal gehad hebben met de overlast rond oud en nieuw. En het is beter voor het milieu. Dat vuurwerk nog steeds verkocht mag worden, is wel een dingetje, en handhaven van het afsteekverbod nog veel meer dingetjes. Maar het begin is er. Ze zullen gedacht hebben: laat Bruls, als wij met vakantie zijn, maar eens nadenken hoe hij dit denkt te gaan handhaven. Vertrouwen op het gezonde verstand van noodware vuurwerkafstekers lijkt me niet de juiste strategie. Er komt in ieder geval geen centrale vuurwerkshow op de Waalkade. Logisch, het kost een paar centen en die zijn harder nodig voor belangrijkere zaken. Maar er moet vooral voorkomen worden dat er in groepsverband O en A gejuicht gaat worden. Dat is lastig handhaven, zonder juichpolitie.